De beste oogzorg. Bij ons staat de gezondheid van uw ogen voorop. Zien en gezien worden. Daar gaat het om bij Mulder Optiek. Kijk ook op mulderoptiek.nl. Internet is vaak leuk, maar er zijn ook schaduwkanten. Over die schaduwkanten kunnen kinderen zich laten informeren met het spel Hackshield. Jason van Stam, Stijn Schuurman en agent Flower Power speelden het spel erg goed. Daarom werden ze woensdag door burgemeester Marjan van Kampen gehuldigd. Stijn, wat heb jij geleerd als cyberagent? Dat je goed moet oppassen als je op het internet zit. En waarop moet je dan opletten? Voor virussen en allemaal hackers. Dat is het eigenlijk. Vind je jezelf een goede cyberagent? Dat is een moeilijke vraag, maar het is altijd wel ja. Ja, want je bent wel een van de winnaars, hè? Dat klopt. Meerte, jij bent ook cyberagent. Wat heb je daarvoor moeten doen? Goed spelen en veel weten en goed je best doen gewoon. Want jij bent de winnaar, hè? Met meer dan 14.000 punten. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Gewoon vaak spelen. En verder weet ik het eigenlijk ook niet. Wat heb je geleerd van het cyberagent zijn? Nou, eigenlijk heel veel. Dat je niet zomaar in dingen moet trappen. Dat bijvoorbeeld dat je gratis geld krijgt en zo. En ook wat copyright betekent en dat soort dingen. Jason, gefeliciteerd. Je bent officieel cyberagent met speltje. Ja, bedankt. Vind je dat mooi? Ja. Wat heb je ervoor moeten doen? Heel veel levels halen en punten scoren. En ook heel veel goede antwoorden geven op vragen. En nou is het ook de oproep van de burgemeester net om vooral aan veel mensen te vertellen dat ze het ook moeten gaan doen. Wat voor advies kun je ze geven? Waarom is het leuk om mee te doen? Omdat het ook een soort van game is en je leert er ook nog veel van. En wat is het belangrijkste wat jij geleerd hebt? Dat een bank nooit om je gegevens zal vragen. Want dan zouden ze gewoon zo je bankrekening kunnen krijgen. Nou, gefeliciteerd. Bedankt.